Hey Frederik. Hey, daar gaan we. Alles goed? Hallo, ja hoor, het meeste toch. Super. Ja, we zitten hier in het Vuurtorencafé, ja. De plek op VRT waarop er volop gebrainstormd wordt. Is goed dat wij ook even brainstormen? Ja, met plezier. Een heel klassieke oefening. We trekken een kaartje met een letter op en dan mag je zeggen waaraan de letter je doet denken. Oké. We zijn bij de V. De V. Wat doet dat je denken? Ja, het is natuurlijk de eerste letter van onze naam. Dat is de eerste reflex natuurlijk. Maar in dat kader, als we het hebben over de publieke omroep, staat V voor mij toch in de eerste plaats voor vertrouwen. Niet alleen in nieuws en duiding, want daar lijkt het wel evident dat we proberen media te maken die vertrouwd kunnen worden. Maar eigenlijk in alles wat we doen. Ook in de muziekkeuzes die we maken op radio. Ook in de lokale fictie die we maken, die herkenbaar moet zijn voor de Vlaming die hij of zij kan vertrouwen. Ook in ons kinderaanbod, waar we proberen jonge mensen te laten opgroeien tot jonge mensen die in het leven staan, die weten wat de wereld voorstelt. Ja, dat proberen we ook bij Karen. Ja, voilà. En V, vertrouwen. Misschien is vertrouwen wel de kernwaarde van de publieke omroep. Vertrouw je mij om ook een letter te kiezen? Ja. Oké. Ik heb de R. De R. Daar tekent zich al een patroon af. R staat wat mij betreft voor raken. We zijn niet een mediabedrijf dat zegt, we gaan 24 uur of 24 onze radiostations vullen met wat muziek en wat gepraat. We verwachten toch van alles wat hier in dit huis gebeurt, dat het iets meer doet dan alleen maar media aanbieden. We proberen mensen te raken. We proberen media te maken die voor 6,5 miljoen Vlamingen iets meer te doen dan alleen maar een leuk muziekje. Oké. Dan zijn we bij de laatste letter. Ik heb al zo'n vermoeden wat die letter zal zijn, Annabeth. Ik zal het zeggen. Misschien... Het is de T. De T. De T van? Oh, de T van toekomst, hè. Ik denk dat we als publieke omroep heel hard bezig zijn om voor onszelf een toekomst te waarborgen. Met het nieuwe VRT-huis. Ja, een nieuwe VRT-huis, maar vooral ook met de media die we hier maken. Omdat wat de Vlaming van een mediabedrijf, van een publieke omroep in de eerste plaats verwacht, is heel sterk aan het veranderen. Dat betekent dat we vanuit de heel sterke traditie van dit huis ook proberen ons aan te passen aan wat de Vlaming vandaag aan media wil consumeren. En dus ja, we zijn ook bezig met artificiële intelligentie, met zaken als conversationele AI en dat soort dingen meer. Omdat de echte waarde van de traditie van dit huis, die krijg je maar ontsloten als je mee evolueert met hoe media vandaag geconsumeerd wordt. En wat brengt de toekomst nog? Dat we alles wat de Vlaming zo waardeert aan VRT, dat we die steeds vaker op een andere manier ontsloten krijgen, zodanig dat we Vlamingen in al hun diversiteit op een goede manier bereiken. Oké, mooi. Ja, ik denk, als we alle letters maar wat hadden vermoeden, dan krijgen we... Nu moet ik zien dat ik het goed doe, hè. Zo. Ja, ik had al zo vermoeden. Ja, the dice was loaded, zeggen ze dan. Ja, ja, dat was een heel goede brainstorm, denk ik, hè. Ja, absoluut. Dank je wel.